Juni. We leven inmiddels in de maand juni. In onze indeling loopt de maand juni van ongeveer 4 juni tot ongeveer 4 juli. Het is een bijzondere periode omdat 21 juni een belangrijk omslagpunt is. Als je energetisch naar de jaarindeling kijkt, dan kun je zeggen dat 21 juni het hoogtepunt van de zomer is en niet de start. Het is de langste dag van het jaar, wat onder meer betekent dat de naar buiten gerichte energie de energie van opkomen, bloei en expansie maximaal is. Na 21 juni vindt er een omslag plaats. Je leert er meer over in deze longread. Het feit dat 21 juni energetisch het hoogtepunt van de zomerfase is, zegt iets over de maand waarin we zitten. Na juni gaan we richting het tweede deel van het jaar. Het eerste deel van het jaar begon in januari. In de maanden januari tot en met juni heeft zich een bepaalde potentie en kracht opgebouwd. Die kwam als het ware van onderaf uit de aarde op. Daarna bouwde het zich maand na maand op en in deze fase, deze maand, wordt die potentie, die kracht maximaal. Dat gaat dus ook over de opgebouwde potentie in jou. Na het hoogtepunt start een nieuwe fase. Die fase gaat niet meer over de opbouw van potentie, maar veel meer over de talloze vormen waarin de potentie terechtkomt. Je zult begrijpen dat het in juni dus gaat over het werkelijk leren beleven van het hoogtepunt, van de volheid die er is. Dat is tegelijk een van de grootste kunsten van het leven en het is vaak veel moeilijker en spannender dan je denkt. Beleven gaat over de vraag of je erbij kunt blijven. Kun je in het hier en nu blijven als je maximaal je levensstroom volgt en het echt heel goed wordt, jij heel goed wordt. Voor veel mensen is dat zo ontzettend moeilijk dat we er bijna onbewust voor zorgen dat we minder gelukkig blijven. Met onze conditioneringen houden we onszelf vaak kleiner dan we zijn om maar niet in de volheid te overstappen. Nu is er wel één ding dat je moet weten in juni. En dat lijkt bijna tegengesteld aan het maximaal beleven van het hoogtepunt. De grondtoon van deze maand gaat zeker over het beleven van het hoogtepunt. Maar het gevaar is nu ook dat je door kunt draven. Soms voel je je in deze tijd zo sterk dat je uit moet kijken dat je jezelf niet gaat overschatten. Dat je denkt dat je overal verstand van hebt. Of dat je jezelf ergens buiten of boven plaatst. Wat je dan eigenlijk doet is dat je het contact met jezelf en met anderen verliest. En het gevolg is meestal dat mensen zich tegen je keren. Je isoleert jezelf. En als je niet uitkijkt, val je van grote hoogte. Zorg er in deze tijd dus voor dat je. Te midden van de volheid niet overmoedig raakt of arrogant wordt, hoe sterk je je ook voelt. Eigenlijk betekent dat dat je volop moet genieten, maar dat je ook op tijd moet leren stoppen. Daarmee bedoelen we vooral te zeggen dat je moet proberen om steeds goed vast te stellen wanneer het genoeg is, wanneer je genoeg genoten hebt. Dat punt is voor onze persoonlijkheid, ons ego, een moeilijk punt, maar het punt bestaat wel degelijk. Sta af en toe stil en check hoe het met je gaat. Dat geeft je de kans om op tijd op de rem te staan. Want de mogelijkheid dat je doordraagt is groot in de zomer. En daar krijg je later spijt van. In de maand juni gaat het gek genoeg ook over zaken die niet meer kloppen. Zowel in de maand december als in de maand juni is dit thema aan de orde. In december gaat dit thema vooral over jezelf, je eigen interne wereld. In juni kun je zeggen dat het veel meer over de buitenwereld gaat. Je relaties, de bindingen in je werk- en leefomgeving. Het is goed om te weten dat we in ons leven en werk altijd te maken hebben met vormen, structuren en/of relaties waar de energie uit is. In deze tijd storten deze vormen van binnenuit in elkaar. Dat is een proces dat niet te voorkomen of om te keren is, omdat het bij het leven hoort. Het beste is accepteren en verder zoveel mogelijk loslaten. Juni gaat dus ook over afscheid nemen. De reden dat dit thema ook in juni speelt, is omdat in juni het licht maximaal schijnt. Het licht schijnt ook maximaal op de dingen die eigenlijk niet meer kloppen. Die niet meer levensvatbaar zijn. Als er zaken spelen die niet meer levensvatbaar zijn, gewoon omdat we hun tijd hebben gehad, dan wordt dat in juni extra duidelijk. Juni is daarom ook een periode dat er vaak nog allerlei lijken uit de kast komen. Zo net voor je vakantie komt het ene gedoe na het andere. Misschien had je het liever niet gezien, maar het is het volle licht dat schijnt op dat wat niet meer in orde is. Het gaat er niet over dat je jezelf hier tegen beschermt. Het is belangrijker dat je weet dat het kan gebeuren en dat dit bij de maand juni hoort. Zo blijf je bewust en alert. En dan tot slot. In juni kijk je natuurlijk ook naar de vakantieperiode. Daar kun je ook vanuit de natuurlijke ritme naar kijken. Laten we hier de ademhaling als voorbeeld voor gebruiken. We gaan nu, juni, als het ware naar het hoogtepunt van de inademing, expansie. Na het hoogtepunt van de inademing is er ook een soort van pauze. Een pauze voordat je uitademt. Dat is eigenlijk het moment na 21 juni. Deze pauze is een ander soort pauze dan aan het einde van het jaar. Die pauze, die stilte, is langer. Het is nu de overgang van de inademing naar de uitademing. Je kunt zeggen dat de potentie nu maximaal is. Je longen zitten vol en na de korte pauze begint de uitademing tot 21 december. Als je daarbij stilstaat, dan voel je misschien het belang van de pauze. Het ligt natuurlijk voor de hand om rond deze tijd de rust te nemen en op vakantie te gaan. De beste periode om op vakantie te gaan is eigenlijk de laatste week van juni tot ergens de eerste twee à drie weken van juli. Deze weken vertegenwoordigen de pauze tussen de inademing en de uitademing het beste. Dat is in Nederland overigens niet eenvoudig. De collectieve vakantiemaanden zijn namelijk juli en augustus. Eind juni, begin juli gaat het Nederlandse bedrijfsleven op slot. Meestal tot en met de laatste weken van augustus. In september start alles dan weer. Dat betekent dus dat we op slot zijn in een periode van onze volle potentie. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ga je om met je volle potentie die je maatschappelijk niet goed kwijt kunt? Daar komen we in juli ook op terug. Zorg ervoor dat je vakantieperiode goed gepland is. Dat je weet waar je aan toe bent en waar je naartoe gaat. En dat je er echt uit bent. Neem dat heel serieus. De vakantie, de pauze, is ook een periode waarin je kunt herstellen. Het is in die zin vergelijkbaar met de stilte in de winterperiode. Door rust en ruimte komt er in de winter nieuwe energie en ontstaat de blauwdruk voor het nieuwe jaar. Nu, juni-juli, ontstaat als het ware het grondplan voor de tweede helft van het jaar. Het is daarom belangrijk de periode goed te gebruiken. Nogmaals, in de afgelopen maanden heeft zich een potentie opgebouwd. Dat gaat soms al over vorm, maar meestal nog over kracht. Deze potentie wordt nu maximaal. Zorg ervoor dat de potentie niet wegstroomt. Je bent vanaf nu bezig om jezelf voller en rijper klaar te maken voor het uitdrukken van de potentie in de verschillende vormen. Tot half december. De kern van juni is misschien wel dat alles in het licht komt te staan. Er zit grote kracht in, ook in alle gedachten en gevoelens die je hebt. Daar kun je helemaal in meegaan en jezelf, als je niet uitkijkt, goed in verliezen. Het gaat er nu niet om dat je dat kleiner maakt dan het is, maar het is goed om erop te letten. Zorg ervoor dat je jezelf niet helemaal verliest en je te veel mee laat sleuren door extreme. Dat heeft namelijk altijd een prijs. Het advies is om volledig te genieten van de volheid die nu maximaal is. Sta daar helemaal voor open. Geniet van alles wat nu heel goed wordt, maar blijf ook een beetje alert. En het voordeel is dat als dat je lukt, je vaak ook het meest geniet van de zomerperiode. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over deze maand. Over leiderschap, sociale structuren, creativiteit, wie op jouw energie leeft en de tweede helft van het jaar. Dat zijn belangrijke thema's waar je in juni mee bezig kunt. Als je hier meer over wilt leren, stuur dan een bericht naar info.clubgroeneveld.nl. Je krijgt dan de uitgebreide reflectie toegestuurd. Heb het goed in juni.